Stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk is het nog altijd niet eens met de plannen rondom de bouwplannen op het Loef. Zij stapte hiervoor eerder naar de Raad van State. Echter wacht de gemeente liever niet op de uitspraak van de Raad van State, maar wil snel een passend plan met alle betrokken partijen. Uiteindelijk ligt nu het hele proces bij de Raad van State. Wat is de verwachting van de gemeente omtrent de bouwplannen op het Loef? Ik heb geen idee. Wij zitten op dit moment vol in de ontwikkeling, in de gesprekken natuurlijk. Hè? Want we werden op een gegeven moment natuurlijk ook geconfronteerd met het feit dat ook de provincie zei van dit is het toch nog niet helemaal. We leggen de zaak neer bij de Raad van State. En toen hebben wij contact gezocht met de provincie om te kijken van nou, hoe kunnen we er toch, voordat het beroep dient, hoe kunnen we er samen uitkomen? Wat kunnen wij nou nog doen om aan dit plan, om daar nog wat fijne eindjes te breien, om te zorgen dat het voor iedereen dus acceptabel wordt? En dat heeft het vorige week geleid tot een speciaal gesprek. Want we hadden al een paar gesprekken gehad op de provincie. Maar nu was daar toch wel een belangrijke speler bij. Namelijk de kwaliteitscommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie. En daar hebben we vorige week een gesprek mee gehad. Althans, samen met de provincie. Dus nu is het eigenlijk even afwachten wat daar de bevindingen van zijn. En wat we er nog aan kunnen doen om het plan, dus, zoals ik net al zei, uitvoerbaar te maken voor iedereen. De plannen liggen nu, of althans jullie bezwaar ligt bij de Raad van State. Wat is de huidige stand van zaken? Nou, de huidige stand van zaken is eigenlijk al een hele poos hetzelfde. De gemeente had toestemming gegeven en wij van de stichting en nog een paar andere instellingen en personen die vonden dat het toch echt niet kon en dat we daarom naar de Raad van State zijn gegaan. En tot die tijd zitten we eigenlijk te wachten. Wat we wel hebben gedaan is nog een factsheet neerleggen bij boekwinkel Tante Betje en rondgestuurd naar de pers. Zodat de mensen ook een beetje weten van hoe nou eigenlijk het feitende relaas is zoals wij dat noemen. Wij vonden dat plan onevenwichtig en hoe meer we erop studeerden, hoe meer we vonden dat het eigenlijk niet kan. Omdat het een zware aantasting is van de verhoudingen met de vesting en een aantasting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En dan ook nog eens een keer bouwen in het winterbed van de rivier. We vinden dat erg onverstandig. Ook de molenaar Bart Mols heeft goede hoop bij de ingediende bezwaren. Ja, ons grootste bezwaar spit zich toe gewoon op de windvang. Die zeg maar op 180 meter komt het bouwplan te staan. Die afneemt door de hoogbouw, vooral van de toren die er komt te staan van plusminus 21 meter. De bezwaarmakers vinden het jammer dat ze niet betrokken worden in de gesprekken die plaatsvinden. Volgens de wethouder zit er wel voortgang in de plannen. Wordt vervolgd. Ik heb deze week een telefonisch overleg met onze gedeputeerde, de heer Van Merrienboer, om eens even te kijken van komen we eruit, hoe nu verder. Dus was spannend. Ja, dus wat gemeente Altena betreft gaan we niet wachten op de Raad van State, maar gaan we het probleem oplossen. Ja, wij proberen het probleem op te lossen. Wij denken toch, kijk, we hebben een woningbouwopgave. Dat vinden ze natuurlijk een hele belangrijke. We willen die troep erop geruimd hebben. Want als er niks gebeurt, dan kan het zomaar zijn dat daar weer bedrijven terugkomen natuurlijk. Hè, want dat heeft een bedrijvenbestemming. Nou ja, daar willen we natuurlijk ook voorkomen. En aan de andere kant is het plan natuurlijk toch al redelijk uitgedund. Er is veel groen, veel water. Dus wij denken toch wel dat het ook, laten we zeggen, tussen slot Loevestein en de vesting Woudrichem best wel een aardige mooie plek kan zijn. Ook Jos Korthout van de Stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk vindt dat de troep van de brand al lang opgeruimd had moeten zijn. Laten we wel wezen, als er ergens een brand is geweest, dan moet je de troep opruimen, ongeacht waar dat ook plaatsvindt. De stichting hoopt met bezwaren dat Woerkum een mooi aanzicht blijft houden. Kort nadat we naar de Raad van State gingen, werd ons nog wel eens verweten van potverdorie, jullie zitten ons in de wielen te rijden, want wij hadden daar net een appartementje willen kopen. Ja, dan begrijp ik ook wel, want er is ook een heel aantrekkelijk plek om te wonen. Van binnen naar buiten gekeken is fantastisch, maar van buiten naar binnen gekeken is het wanstaltig. En ja, zulke mensen kunnen zich dan in de wielen gereden voelen. Dat snappen we hartstikke goed. Het is ook niet onze bedoeling om mensen dwars te zitten. We willen een mooie omgeving waarvan je over 100 of 150 jaar nog steeds kan zeggen: tjoh, wat een prachtige omgeving. Dat is het doel.